Ja, Marlene is 25 jaar slagerij, keurslagerij van de weg. Hoe is dat ooit begonnen hier in Genemuiden? Ja, dat is begonnen met Jaap van der Haar. Jaap van der Haar, dat is een vertegenwoordiger in vleeswaren. Die zijn vader was van der Haar, veehandelaar. Die was hier ook in Genemuiden geboren en getogen. Die kwam ook in Oosterwolde bij ons met de verkoop van vleeswaren. En die heeft het balletje aan het rollen gebracht. Ja, zo kwam dat op een gegeven moment. En zo ben jij dus begonnen gelijk aan de... Aan de Westerkaai? Aan de Westerkaai zijn we begonnen. Het was in de zomer 2095 en zijn we hier komen wonen in de zomervakantie. En even goed nadenken, 4 oktober, op Dierendag nog wel te verstaan, zijn we de winkel geopend aan de Westerkaai. Klopt. En dan heb je daar zo een aantal jaren, zat je daar en toen op een gegeven moment, 2011, denk ik dat het voor jou een heel apart jaar is geweest. Ja, dat klopt. 21 mei, zit in het geheugen gegriefd natuurlijk, dat vergeet je niet weer. Het was de brand. Zaterdagmorgens werd ik gewekt thuis aan de Radelaar. De slagerij in brand stond. Nou, wij erheen natuurlijk. Maar het was geen houden meer aan. Alles was al eigenlijk verloren zaak. Klopt. En hoe ga je dan verder? Ja, dat was heel snel schakelen natuurlijk. Er moest eerst een winkelwagen komen om verder te kunnen met je slagerij. Je had natuurlijk, de spullen moesten toch doorgaan. We hadden gelukkig in Hasselt ook de winkel. Dus daar konden we produceren. Dus alles kon doorgaan en uitkijken naar een andere plek. Nou, dat ging eigenlijk vrij snel, want we wisten dat de Boni richting de Klaas Vuitenstraat wou gaan. De Albert Heijn die zat er al, dus we hebben gekeken naar een plekje en die vonden we vrij snel. En daar zijn we begonnen. Eerst met een werkplaats achter en later met de winkel. Wel even, maar apart natuurlijk, want dat was inderdaad natuurlijk in die tijd. Ja, je hebt die brand gehad en je ging volgens mij met een wagen op Havenplein staan of zo, of niet? Ja, dat klopt. We stonden aan de Westerkaai. Gewoon bovenop de parkeerplekken, daar mochten we staan van de gemeente. Daar hebben we toen goede medewerking van gehad. En dat ging heel snel. We hebben een zaterdags brand gehad en volgens mij maandags of dinsdag stond de wagen er al. En woensdag draaide we alweer. Dus dat ging heel goed. En dan ga je hier nieuw bouwen? Naar je zin hier? Ja, helemaal. 100%. Nog elke dag tevreden dat we hier zijn. We hebben een mooie zaak, een ruime winkel. Veel klanten tegelijk kunnen komen. Juist in deze tijd hebben we er ook nog weer profijt van. Mooie parkeergelegenheid ervoor. Dus met vol plezier zitten we hier. Ja. Nou zitten we in november, oktober, november. Is er nog speciale dingen wat je dan in deze maanden maakt? Nou ja, de stampotten komen weer. De rookworst is weer begonnen. De balkenbrei, de bakleverworst, dus de winterkost is weer volop. Dat is in deze tijd. De barbecue zijn weer opgeruimd. Dus nu komt het andere weer. De catering, dat valt natuurlijk nu tegen vanwege de corona. Maar het andere is er weer volop, ja. Kun je een beetje omgaan met de corona? Hoe dat gaat nou? Ja, wij hebben hier gelukkig de ruimte. Met personeel hebben we de ruimte, in de winkel hebben we de ruimte. We hebben dus minder catering, dat is dus duidelijk. Hè. Voor de feestjes, dat gaat niet door. Van de andere kant hebben de klanten ons niet laten zitten voor het zomer. We hebben een mooie zomer gedraaid qua barbecue. De mensen namen wat luxere vlees mee, ze waren wat mooier mee. Kleine partijtjes thuis en daar zijn we heel dankbaar voor. Ja. Mooi, we gaan eens even binnenkijken wat er allemaal is. Prima, het is genoeg te zien. Zometeen hebben we ook natuurlijk weer de kerstpakkettenmarkt. Ook daar weer aanwezig? Jazeker, daar zijn we volop mee aan de gang. We hebben een nieuwe opzet van het jaar. Een tour langs de winkels. Dus de mensen hebben twee mogelijkheden. Ze kunnen of een tour nemen gezamenlijk met alle winkeliers waar we s'avonds een rondgang hebben. Of ze kunnen de muntjes inleveren gewoon in de winkels vrijblijvend. Als ze vanwege corona liever op een andere manier willen. Zelf zijn we er natuurlijk ook druk mee. Volop aan schotels maken, vleesschotels voor de bedrijven. Er komen mooie folder uit. Stoere mannenpakketten, snackpakketten voor speciale prijzen. Met mooie begeleidende schrijven erbij, een bereidingsadvies erbij. Dus we zijn er volop mee in de gang aan de voorbereiding. Dus 25 jaar keurslager van de weg. 25 jaar en we hopen nog een paar jaar erbij. Dankjewel.